Wij staan hier bij Molen de Marsier. En daar wordt vanmiddag het boek aangeboden, gepresenteerd aan de burgemeester van Dalfsen. Het boek wat jullie samen hebben geschreven. Mijn eerste vraag is, welke motivatie moet je hebben om een boek te schrijven over 7 molens, waarvan er nog eentje bestaat, zeg maar? Nou, je moet dus vooral geïnteresseerd zijn in de geschiedenis. En dan in dit geval natuurlijk van de plaats Nieuw-Leuzen. En er zijn natuurlijk verschillende onderwerpen. Maar als je dan toevallig een molen treft, ja, dan ga je daarop door. En dan wil je proberen om daar alles van te achterhalen. Dus voornamelijk de motivatie om de interesse in de geschiedenis te hebben. En heeft u dan ook als doel om jongeren er meer bij te betrekken? Of is het meer voor de oudere groep Nieuw-Leuzers? Nou, het is voor iedereen natuurlijk. Met name de oudere groep die zal zich nog wel wat herinneren van wat in het boek staat. Maar voor de jongeren is het ook zeker interessant om daar kennis van te nemen. En misschien ook wel iets mee te gaan doen in de toekomst voor als vrijwillig molenaar bijvoorbeeld. Ja. Schrijven over die molens. Jullie hebben een boek uitgegeven. Was het nu lastig om zo'n boek uit te geven? Ja, het is op zich niet lastig om het boek uit te geven. Maar om alle informatie goed geordend te krijgen. Als je alles zelf doet, ben je ook overal zelf verantwoordelijk voor. Want dat is wel een dingetje. Ja, dus dat was eigenlijk nog moeilijker of lastiger voor jullie als het uitgeven van het boek zelf? Ja, dat denk ik wel, ja. Het redactionele eromheen, zeg maar. Dat is ook wel een hele klus. Nou, we hebben dus voorintekening gehad om een beetje te peilen van is er veel interesse voor. En er zijn er behoorlijk wat intekenaars geweest die dus interesse hebben getoond in het boek. En al met al hebben we 250 laten drukken. En er zijn toch al een behoorlijk aantal van verkocht in de voorintekening. En ik denk dat er vanmiddag nou wel wat over de toonbank gaan. Waar kunnen mensen eventueel naderhand dat boek nog kopen? Vanaf morgen is het boek te koop in de winkel van Marsier, hier bij de Molen. En in de readshop in Nieuw-Leuzen op de Grote Markt. En heb ik nog één vraag. Zou u ook willen dat er meer jongeren betrokken worden of meer jongeren betrokken zijn bij dit soort projecten? Ja, het zou mooi zijn als ze dat deden, maar de ervaring is wel dat het veelal wat de oudere mensen dat interessanter vinden als de jeugd. En dan is het nu zover dat het eerste exemplaar aan de burgemeester zal worden aangeboden. Ik wil de burgemeester uitnodigen om het eerste exemplaar van René in ontvangst te nemen. Dankjewel. Prachtig. Fotograaf staat vooral aan die kant. Dus, doe eerst even zo. Dan draaien we ook zo even die kant op. Ja. Zijn er nog meer fotografen? Ja. Prachtig boek. Ja hoor. Ja. En nog voor de camera natuurlijk daar. Prachtig. Ik zie dit boek nu ook voor het eerst. En ik heb inderdaad een voorwoord geschreven voor dit boek. En dat raakt eigenlijk aan de manier waarop wij molens vandaag de dag herkennen. Ik kwam net over de Dedemsweg aangereden. En dan zie je deze molen zo mooi in het rond draaien. En daar gaat wat mij betreft een gevoel van energie en ook wel van vrolijkheid of zo vanuit. En ik denk dat het echt niet te onderschatten is hoe groot de waarde is van jullie verhalen. Want dat zijn natuurlijk de verhalen over de molens en de molenaars die wij gewoon allemaal niet weten. Hè? Dat dit vroeger eigenlijk gewoon fabriekjes waren die van grote betekenis waren. Niet in de toeristische recreatieve zin, maar gewoon in de economisch historische zin. Het was van cruciaal belang voor de families die daar woonden. Het was hun middel van bestaan. Maar het waren natuurlijk onderdelen ook van ketens, van voedselketens. En nou, als je al die dingen je realiseert, dan kijk je toch even anders aan tegen zo'n vrolijk draaiende molen, moet ik zeggen. En nou, ik prijs me erg gelukkig dat ik het eerste exemplaar hier in ontvangst heb mogen nemen. Volgens mij is het een prachtig boek. En nou ja, bovenal denk ik dat een heel groot applaus voor René en Jacob op zijn plaats is. Voor al het werk wat zij zich getroost hebben om dit prachtige boek tot stand te brengen. Ik wil jullie in elk geval bedanken voor het prachtige inzicht op deze mooie manier vormgegeven. Dus dank jullie wel en heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Ik geef hem gauw weer terug aan jou, Jacob. Dank jullie wel. Ja,
doordat wij het zeer op prijs stellen dat dit soort boeken worden gemaakt, hebben wij ook nu weer gemeend om de makers, en of dat nou een stichting is of wie dan ook, om die daar een bijdrage te doen in de kosten. En ik zou René willen vragen om die even eruit te trekken. Oké. Ik vind het een heel mooi initiatief. Ik had niet verwacht dat er nog iets van zou komen. Ik vind het wel mooi. Ja, we hebben gemeend om €400 bij te dragen aan de kosten voor het maken van dit mooie boek. En uiteraard zal de stichting de som een aantal afnemen voor alle bestuursleden en mensen die er omheen zitten. Dus ook dat is een beetje extra. Dus bij deze. Ja, heel erg. Dank u.